Hallo Kreeft, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Midi en Buddy Advies op Facebook. En dit is jullie lezing voor de 20e tot de 26e van mei. Jullie kunnen de andere kanalen op de hoofdpagina vinden waar ik ook zit, bijvoorbeeld Facebook, Instagram en de aanbevolen kanalen die ik leuk vind op de hoofdpagina daar. Als je nieuw bent, welkom en klik even op de lidmaatschapknop en op de bel als je genotificeerd wilt worden. Dat zit ernaast. Wil je niet genotificeerd worden, klik dan niet op de bel, maar klik wel op de lidmaatschap, want dan slaat dit op in je bibliotheek en dan kan je deze kanaal makkelijker terugvinden. Ik ben live elke dag. Ik trek een kaartje voor elke dag. Voor elke sterrenbeeld en als je in de chatroom, de theekamer komt, dan krijg je ook een kaartje en soms wel meer. Zo, laten we beginnen met je lezing en welkom terug voor mijn trouwe volgers. De theekamer is echt awesome en kom het maar ervaren. Die eerste kaart is de 6 van Pentakels. Hier zie je ook handen die geld ontvangen. En een man die het uitdeelt. Misschien ben jij die rijke man die aan minder bedeelde mensen geld leent of geeft. Of misschien ben jij degene die minder bedeeld is en geld ontvangt. Misschien ben je behouden aan iemand om je te ondersteunen. Dan komt een nieuw begin, want de verduidelijkingskaart is de aas van zwaarden. En de aas van zwaarden betekent, de zwaarden staan voor gerechtigheid, duidelijkheid, eerlijkheid, communicatie en wijsheid. En ja, de zwaarden die snijden aan allebei de kanten. Zo, er komt een nieuw begin. Misschien in communicatie, misschien in wijsheid. Misschien ga je een studie volgen om meer kennis te krijgen. Zodat je daarover kan vertellen. Zodat je dan ook bijvoorbeeld een lerares kan worden, of een leraar, of een sociaal werker. Iets dat met instanties te maken heeft. Want de zwaarden die staan ook voor instanties, zoals gerechtigheid, dat is ook een instantie. De belastingkantoor is ook een instantie. Misschien krijg je wel geld terug van de belastingkantoor. Of misschien heb je je baan verloren, waardoor je geld moest lenen, en krijg je gerechtigheid over die situatie. Er is een nieuw begin. Er komt in ieder geval duidelijkheid. In het midden van de week hebben we de kaart gemachtigdheid en dat betekent balanceren. Je hebt met je geld moeten balanceren of met je kennis of met in een zaak. Je hebt je koel moeten houden. Je bent plannen lezen en de verduidelijkingskaart op deze is dat je plannen zit te maken. Want hier zie je een man die heeft de wereld in zijn hand. En die kijkt uit naar de toekomst, uit naar zee. Dit is de 2 van staren. Staven is de planning stage. Plannen aan het maken, een dromen. En je hoeft niet meer te dromen, want er komt actie. Want bij de gemachtigdheid. De aartsengel Uriel, die representeert de aartsengel van de vuur. Zo, daar komt actie. Zo, heb je hulp nodig van de engelen, vraag dan aan aartsengel Uriel voor hulp. Aan het eind van de week heb je wel de 9 van bekers. De meeste mensen denken, oh ja, dat is de dronkenlap. Ja, dat hoeft niet zo te zijn, echt niet. Maar de 9 van bekers betekent wel feesten met vrienden en familie. Want het betekent, dit is de kaart van een wens of een doel of een goal komt waar. Zo, aan het eind van de week is er duidelijkheid dat er een nieuw begin komt. En dat je misschien een nieuwe baan hebt. Dat je misschien gaat trouwen. En dan zie ik hier eigenlijk niks met trouwen of partnerschappen. Dat niet. Ik zie meer gerechtigheid en werk hier wat je hebt zitten plannen. Misschien was dat je wens, want hier heb ik weer gemachtigdheid. Zo, balans is van
het hoogste punt van belang hier. Want hier heb je gemachtigdheid, maar dan is het in een andere dek. Zo, balans is van belang. Hou je balans, zo wees voorzichtig. En aan het eind in het weekend krijg je misschien bericht over de rechtszaak, ja? Of over die kwestie, dat nieuwe begin, over helderheid. En je krijgt antwoord van misschien een weegschaal, een tweeling of een waterman die voor jou, jouw adviseur is geweest of die voor jou gevochten heeft. En jij bent helemaal in je element, kreeft, want dit gaat over jou. Jij krijgt duidelijkheid. Maar het kan ook zijn een schorpioen of een vis. Zo, misschien heeft iemand jou bijgestaan die een schorpioen is of een vis of een luchtteken. Maar je bent helemaal in je nopjes, want je gaat feest vieren, want je wens komt waar. En dit ben jij, want jij bent ook een waterteken. En hier zie je de beker. Net zoals in de voetbalwedstrijden winnen ze een beker. Zo, in het weekend krijg je het nieuws dat je mag gaan vieren. En misschien wel later volgens de themakaart binnen de dichtstbijzijnde toekomst. Zo, het kan vandaag zijn, het kan zondag zijn, maar je wens en je doel komt waar. Gerechtigheid, eerlijkheid, de waarheid komt naar boven. Dan hoef je niet meer afhankelijk te zijn en zoveel te balanceren. En je plannen kunnen tot bevruchting komen wanneer je dit nieuws hebt. Je bent helemaal in je element. En ik zou ook zeggen, ga even naar de Engelse kijken, de Engelse video, want die is misschien een beetje anders. En kijk ook naar je maanteken en je ascendenten. Ik wens je heel veel sterkte en geluk. En ik hoop je in de live sessies te ontmoeten. En kom zelf ervaren hoe het is. Hou je taai en wees gezegend. Doei doei!